Renault Antwerpen. De auto's van stad. Toen ik hier begon waren we met, denk ik, met 8 collega's, terwijl dat we nu nog met 2 zijn. En ik ben zelf 55 jaar en mijn collega's in de 70. Dus op die manier denk ik dat het uitstervend is. Het is een vertrouwd beeld bij de schoenmakers van vandaag. Sleutels bijmaken, een naambordje of een nieuwe nummerplaat. Een schoenmaker herstelt vandaag lang niet alleen hakken en zolen. Ik heb de indruk, als je alleen van schoenherstellingen zou moeten leven, dat er nog meer collega's zouden sluiten. Dat eigenlijk niet leefbaar is, alleen schoenherstellingen. In Vlaanderen gezien zijn er maar heel weinig schoenherstellers die uitsluitend leven van de herstellerij eigenlijk. Dus merendeel is allemaal de nevenartikel die de week goed moeten maken. Moet erin zeker. Ze zijn zo gekomen. Ze zijn eruit gekomen. Voilà, €24 alstublieft. Een herstelling dat begint ook flink wat geld te kosten. En er zijn een aantal mensen die opteren om goedkoper schoenen te kopen. En daarom worden er ook minder schoenen aangeboden om te herstellen. De toekomst van het vak ziet er nog minder rooskleurig uit. Want ook de opleidingen zijn schaars. Maar de schoenmakers die nog overblijven, denken vaak nog niet aan stoppen. Ik ben nu 55 jaar, ja. En ik wens nog 10 jaar te werken.